We hebben nu William weer, want die staat nog steeds in Blokstel, kijkers en luisteraars. En die heeft weer iemand gevonden waar hij een gesprek mee gaat voeren. Samen natuurlijk met Steven de Jonge. Ja, moet je maar geduld hebben, want dit komt even voorbij. Kijk wat het leven gaat altijd door in Blokstel. Wat ziet het weer op groen? Dan was het ook wel in Almelo. Staat het rood of groen in Blokstel is altijd wat te doen. Ja. Dan wacht die man op, hoor. Die wacht op een auto. Ja. Dus je wacht, dan ben je dichter bij ons steen, ik heb hem op. Zo, we raken elkaar niet aan. Dat ligt voor de kiekers wel zo, maar het is niet zo. Nee, 1,65 meter. 1,65 meter van elkaar af. Maar Steven, wie hebben wij hier bij ons staan? We hebben nou Alke Tonder bij ons, de uitbater van Prins Maurits. Je hebt vast wel wat te vertellen. Oké, nou Alke, vertel eens. Ja, vertel eens. Een rare tijd. Het is natuurlijk wel duidelijk wat er allemaal aan de hand is met de horeca, dat we veel dicht, nog steeds dicht zijn. Er zou wat opening komen misschien vanavond met de opening van terrassen vanaf 1 juni. Maar goed, het wordt er allemaal niet makkelijker op. Heeft dat zin, terrassen alleen op, maar alcohol? Nou, in ons geval, we hebben natuurlijk wel wat terrasstoelen. Maar ja. Als je het collega breed bekijkt, veel horecazaken hebben of geen terras of een klein terras. Het is maar een deel van je omzet. Het giet regen, op een gegeven moment moeten die mensen dan heen. Hoe moet je inkopen? Ik denk niet dat dit werkt. Want moet je toch, wat van eisen moet je voldoen? Moeten er daar plastic dingen tussen? Of er is nog helemaal niks bekend. Er staat geen stip op de horizon. Er is geen kader van hoe het wel moet. Frustrerend, wel mooi voor de collega's is, maar hotels worden gewoon diners geserveerd. Ja. Dat mensen kunnen overnachten. Prima, fijn voor die collega's. Maar dat betekent voor ons soort bedrijf, wij mogen dus geen diners serveren. Maar er is echt helemaal niks bekend. Je had net een vergadering. Was er een vergadering met je personeel? Ja, vaste team. Iedere woensdag hebben we een meeting om de zaken up te daten. Concept aanpassen. Onze mensen enthousiast houden. Maar ja, goed, hoe verder de tijd naar voren gaat, hoe langer je dicht bent, ja, des te lastiger wordt het wel. Ja. Vroeger net ook aan je collega van Kaartje bij de Sluis. Doe je ook aan waterbonnen? Hebben we gedaan, zeker. We hebben heel veel waterbonnen verkocht in combinatie met een voedselbankactie. Daar hebben we heel veel van gedaan. We hebben dit weekend nog een moederdagactie dan met waterbonnen. Maar ook dat houden we wel beperkt, want het is natuurlijk allemaal uitgestelde omzet. We hebben wel een actie met de gezamenlijke horeca hier met de supermarkt. Hebben we nog een waardebonactie opgezet. Nou, en verder zijn we nu gewoon aan het kijken, als we weer open mogen, hoe gaan we open? Wat gaan we toevoegen aan het bedrijf? Om toch nog enigszins de kop boven het water te houden. En kunnen mensen bij jullie ook maaltijden afhalen? Daar gaan wij straks mee beginnen. We hebben juist afgewacht, vele collega's hebben het gedaan, ten tijde van de sluiting. Wij gaan een nieuw concept toevoegen, die gaan we volgende week lanceren. Waarbij we structureel een nieuw item aan het bedrijf toevoegen waar afhalen van maaltijden met Mauritshuiskwaliteit als standaard gaat worden. Dat wordt wel heel leuk. Tot slot, laatste vraag. We zijn hier de hele morgen in het mooie Blokstel. Maar wat betekent Steven de Jonge voor Blokstel? Ja, en hoe lang heb ik daarvoor een bepaalde antwoord? Nou, ik geef je 15 seconden. Ja, je ziet dat Steven met vele anderen zijn altijd vechtend voor Blokstel. Zorgen dat ze op elkaar blijven. Het is een bijzonder heerschap, maar dat weten we allemaal. Maar het zijn wel de iconische inwoners van Blokstel. Daar zijn we best wel trots op. Ook wel vriendelijk bedankt. En we gaan terug naar Jannes en de grote vriend Henry. Ja, het is hartstikke goed. Alco Tonner. Ik heb ook nog een waardebon voor Alco Tonner. Ja, voor de coronacrisis al gekregen. Okay. Van iemand als cadeau. Ja, ja, ja. Maar ik ga hem niet verzilveren. Nee, nu niet. Dan leg je dat mooi die zetten in de bus. En ja. Of ik dat niet...